De meeste burgemeesters uit de rand van Antwerpen zijn opgelucht dat er eindelijk een beslissing is genomen in het Oosterweel-dossier. Al hebben ze nog niet veel informatie gekregen over wat er in hun gemeentes precies zal gebeuren. Onder meer in Schoten, Weinigem, Wommelgem, Deurne en Merksem vragen ze de Vlaamse regering dringend meer informatie. Schoten, Weinigem, Wommelgem, Deurne en Merksem bundelden hun verzet tegen de Oosterweelverbinding. Ze willen niet dat de A102 bovengronds loopt. Hoewel er nu een beslissing genomen is, blijven de gemeentebesturen met grote vraagtekens zitten. Ik heb nog geen kennis van de beslissing van de Vlaamse regering. Dus wat ik weet heb ik uit de pers vernomen en ik zie dat het tracé van de A102 wordt aangesneden. Maar ik lees nergens over de manier waarop dat gebeurt. Wij hebben altijd gepleit voor de geboorde tunnelvarianten om op het waardevolle groen op de ring te vrijwaren. Ik lees daar dus niks over, dus ik ben op dit moment nog wel bezorgd. Ook over het bandtracé hebben ze zo hun twijfels. Het mechanotracé genoot hun voorkeur. Ik heb het eens bekijken. Ik heb de collega burgemeester ook meegenomen. En we hebben ons geweten en hebben gezegd, ja, kijk, tja, dat is toch wel een betere oplossing. En het blijft ondergronds, hè. Dat was het grote genoegdoening voor ons toe. Die na 102 blijft ondergronds. Dus we krijgen boven ruimte. We krijgen er ruimte. En ook, minder stof, minder van alles. Dus we zijn er goed mee. Dus eigenlijk daar worden wij voor. Zit er echt thuis. Al zijn de gemeentes wel blij dat er eindelijk een beslissing genomen is. Dat is misschien het positieve, dat er eindelijk een beslissing komt. Want we zijn ook niet blind voor de mobiliteitsproblemen in de regio van Antwerpen. Ook wij ondervinden daar de nadelen van. Wij hebben ook wegen die bijna elke werkdag vol zitten met files. Dus een oplossing is dringend nodig. Dus het positieve is dat er eindelijk een beslissing genomen is. Over de modaliteiten, daar hebben we nog geen duidelijkheid over. De randgemeentes blijven dus duidelijk. De A102 moet ondergronds en ze willen meer informatie van de Vlaamse overheid.